Hey, leuk dat u kijkt naar ErfgoedChick. Ik ben Annemiek Jonker en inventariseer deze garage van de gemeente Kampen. Vandaag vertel ik over de objecten die naar het Ambachtenmuseum gaan. Het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum in Terschuur, vlakbij Barneveld. Ik was daar een tijdje geleden om te bespreken welke objecten zij daar kunnen tentoonstellen. Zij hebben 160 kamertjes met ingerichte werkplaatsen van de glazenzetter, drukkerij, een dokter, kapper. Heel veel verschillende ambachten worden daar dus laten zien. Zoals ook de drainage. Daar kunnen deze restbuizen een goede plek krijgen. Maar ook andere objecten. Ik leid u even verder rond. Ook bijvoorbeeld een schoolkamer waar dit telraam een goede plek zou kunnen krijgen. Emaille. Maar ook zinken tijlen die ik hierboven heb liggen. Deze stofzuiger. De ijszagen die hier zo staan. Andere zagen. Hier die raamzaag waar ik ooit over heb gevlogd. De potkachel. Die ik nog niet op de film heb gezet. Kijk, ik heb een potkacheltje hier staan. Een zwarte. Daar onderin deed je dan de kolen. Dan kon je mooi je eten opwarmen. Iedereen moet eventjes dat Ambachtenmuseum gaan bekijken. Het is echt heel leuk. Deze week begin ik een nieuwe rubriek. Object van de week. Een object waar ik nog niet over heb verteld. Of waar ik nog meer over kan vertellen. Object van de week. Ik dacht eerst, wat is dit nou weer voor een gek ding? Dit schommelbad is gemaakt in de fabriek van gebroeders Mosdorff en Hochhausle in Berlijn. Het was een best grote fabriek waar dus van zulke soort baden, maar ook andere artikelen werden gemaakt. Ik weet niet hoe dit bad hier terecht is gekomen. Wellicht stond er een in de gasthuizen van Kampen. Dat is denk ik het enige waar die ooit heeft kunnen staan. Maar je kon hier dus in schommelen. Je deed er water in, kon je erin liggen en schommelen. Dat was het object van de week. Dat was het weer voor deze week. Volgende week laat ik me verrassen door de objecten hier in het Kamperdepot. En ik heb weer een object van de week. Like deze vlog en abonneer je op mijn kanaal. ErfgoedChick.